Een wandelaar rookt dinsdagmiddag een brandlucht in een parkje tussen de provinciale weg N212 en de Dr. Mees ten Oeverlaan in Wilnis. De vrouw belde meteen de brandweer. Na een korte zoektocht werd de brandhaard gevonden. Er bleek een vuurtje gesticht te zijn en dat had al een gat gebrand in de grond. De grond is omgewoeld en de brand is geblust.